En dan gaan we naar de zaalvoetbal-eredivisie. Het reguliere seizoen zit erop. Afgelopen weekend was de laatste speelronde in de competitie. Een aantal ploegen kunnen zich gaan opmaken voor de play-offs. En een aantal ploegen moeten nog aan de bak in de NOC-competitie. Voor de Tigers en Rumun zit het seizoen er echter al op. En dat was al duidelijk voor de laatste toeswedstrijd. Zie hij zich al veilig gespeeld. Maar ze willen natuurlijk het seizoen in stijl afsluiten. De laatste speeldag van de competitie heeft meestal wel het spannends. Maar ja, als we eerlijk zijn, in de zaalvoetbal eredivisie is dat niet het geval. Eigenlijk zijn alle kaarten al geschud. De nummers eind toe met Veer zijn bekend, die spelen de play-offs. Zeemag degradeert en de Tigers uit Rumun, die hebben zich gehandhaafd. Die zijn veilig en spelen ook volgend seizoen weer Eredivisie. Alhoewel dat er een aantal spelers niet meer bij zullen zijn. Dolap en Pasaribo nemen afscheid. En AZVV Eindhoven, daar is het seizoen nog niet voor voorbij, want ze eindigen onder de streep en moeten nog competitie spelen. De spelers bij de Tigers waren natuurlijk bedankt voor bewezen diensten. En ook de trainer die halverwege het seizoen kwam, Najib Taki, wordt natuurlijk bedankt. Om als inleiding zorgen voor dat de rust terugkeerde bij de ploeg uit Rumun. En werden de broodnodige handhaving dus gerealiseerd. De Tigers hebben afgetrapt en voorzien keeper Benze Mazaros neer in de goal staan. Hij wordt vervangen door Senne Pagan, nadat Mazaros eerder deze week door de rug is gegaan. De eerste kans van de wedstrijd van de Tigers en de goal. Daar is Abdelilah Aziz goed doorgelopen, kreeg de bal terug van Jasko Djurlic. En hij zet de Tigers al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Helemaal om spek en bonen is deze wedstrijd niet. De Tigers kennen nog een plaats gestegen op de ranglijst. En dus gaan ze op zoek naar een tweede treffer en daar komt er dan ook. Ziet de bal prachtig in de kruising en zit de Tigers terug op 2-0. Tegen ZVV Eindhoven dat zich zoals gezegd moet gaan opmaken voor de NOC-competitie. En daarin zal strijden om een plekje in de Eredivisie te halen voor volgend seizoen. En in deze wedstrijd is het nog niet gedaan, want Eindhoven komt terug in de wedstrijd. Dankzij een treffer van Tarek Uzala. ...2-1 op het scorebord en de wedstrijd is weer helemaal open. We zien de actie van Emre Bostas. Bostas! En tegen de pol. Nog niet gedaan, Djurlic. We klikken naar Haruna. Haruna voorlangs. Tigers hielden wie een derde treffer dankzij de fraaie actie van Emre Bostas. Eindhoven in balbezit en vroeg druk zetten door de Tigers en dat levert zomaar resultaat op. Haruna, keeper goed gespeeld en dan hebben we geschoten. En zo blijft het dus 2-1 in de Jogereshal. Aan de andere kant, Uzala met het shot en dan de redding. En in tweede instantie opnieuw de redding. Sede Pagan, doet ze een meter kind. En ook Benze Mazaros vanaf de tribune ziet dat zien de vervanger het uitstekend uit tot nu toe. Dan weer Eindhoven in de aanval. Het shot en dan de fout van keeper Senne Pagan op de inzet van Ilias Achentech. En dan komen de gasten dus eigenlijk tegen de verhoudingen in op gelijke hoogte. De overname is van Emre Bostas. Bostas en het shot gaat nog maar net over. Via de pol of de lat, wat is het, gaat de bal dan niet in. Dan weer Jasko Djurlic. Wordt het hem moeilijk gemaakt door in de hoek. Felle duels weer de route gevochten en we zien nog dat Eindhoven erg fel speelt. Die willen er nog vol voor gaan, ondanks dat het dus voor haar eigenlijk al te laat is om de rechtstreekse handhaving door te halen. En we zien dus ook een gele kaart vanwege het kallen tegen de scheidsrechter. Beelden dan uit de tweede helft. 2-2 op het scorebord. De wedstrijd helemaal open en het kan alle kanten op. Nu dan het shot en op de pol. En dan in tweede instantie het shot van Haruna en de redding van de keeper. En zo zijn de Tigers weer beter in die openingsfase van die tweede helft. En vooralsnog staat het gewoon 2-2 gelijk. En dat blijft het dus achterin opletten, want dan komen de gasten weer. Oh, en een heel bekeken shot. En de goal van Burak Özdemir. En dan staat Eindhoven opeens op voorsprong. En dat zocht er na die openingsfase helemaal niet uit dat dat nog zou gaan gebeuren. Maar zo snel kan het gewoon in de zaal. 2-3 op het scorebord. En dan 3-1 en de redding.
En dan de snelle overname van de Tigers. Nu snel de route natuurlijk. En daar komt de kans aan en de goal. Het is Ilias Arsi die de gelijkmaker scoort. 3-3 op het scorebord. Nadat Eindhoven dan met 3 tegen Ajax komt en het dan neer doet spelen. De redding van Senne Pagan en het doelpunt van Ilias Arsi vervolgens in de tegenaanval. 3-3 op het scorebord. En wel een leuke wedstrijd, Zeemver. Maar ook een rommelige wedstrijd. Veel balverlies. De overname. Goed gespeeld en prachtige doelpunt. En dan is het 4-3 en komen de Tigers opnieuw op voorsprong in deze wedstrijd. Opnieuw is het Ilias Arsi die de bal afmaakt naar de prachtige voorzet van Vert Pasaribu. En dan is het dus 4-3 voor de Tigers en is het tij weer gekeerd. Dan hebben we niet meer heel lang te spelen en we gaan dus af op een spannende slotfase in deze wedstrijd. Eindhoven wil natuurlijk nog het truc doen. Rommelige fase en is dit een overtreding? Nee, zet de scheidsrechter. Dan zijn er protesten door de gasten en dan kreeg een van de spelers zijn tweede gele kaart. Ilias Akente werden neergehold in de 16, althans zo leek het, door Abdel Aziz. De scheidsrechter zei doorspelen en in de tegenaanval zijn de protesten door van Ibrahim Danisic. En hij kreeg zijn tweede gele kaart. Het is een fel duel met veel overtredingen en inmiddels staan de Tigers al op 5 overtredingen en dan wordt dit de 6e overtreding. Dus Sabri Hoeren, nou, duidt niet in zoveel verkeerd, maar wel dus de vrije bal en dat wordt erg snel genomen door Agente, maar de scheidsrechter zet de bal ook niet goed. En dus moet de bal opnieuw genomen worden. Weer Agente en dit keer de redding. Ja, dan zullen ze het altijd zien. En dan de tegenstoot van de Tigers. En weer het vel goed verdedigen. Eindhoven vliegt er nu in. De Tigers kunnen het nu misschien uitspelen. Wat voor ruimte en de goal. 5-3. En dan liep mij dit de beslissing in de wedstrijd. Want daar is Ilias Arsi. De voor de derde keer scoort deze wedstrijd. De protesten zijn er natuurlijk weer aan de kant van Eindhoven. Maar dat houdt niet zoet. En met nog 4 minuten op de klok is het verschil weer 2. Eindhoven gaat dan alles of niks spelen. En de veldspeler erin in plaats van de keeper. Dan moest hij natuurlijk niet de bal verlezen, want dan kan het zomaar geweerlijk worden. Dit shot van Sabri Hoeren gaat nog maar net neven. Eindhoven volop in de aanval nu. En daar komt de goal. Dus Adnane Asba die de bal via de keeper in de goal deponeert. En dus wordt het nog heel spannend. 5-4. De Tigers zullen een doelpunt moeten maken. En dan komt er via de pool terug. Dat is pech voor de Tigers. En dan is dit een overtreding. Ja, zet de scheidsrechter. En dan komt er dus weer een strafbal aan. Want het is inmiddels de 7e overtreding van de Tigers. En weer een vrije bal. Net ging er dus niet in. Kins en Pagan nog een wonder verrichten. Dit keer is het Burak Özdemir. En die scoort. Ziet de bal loyaal in de kruising. Mooie vrije bal van de speler van Eindhoven. 5-5. Komt er nog een winnaar in deze wedstrijd. Overtreding gezien. En dat is dan de 5e overtreding van Eindhoven. En dus weer een strafschop. Wim meldt zich dat weer. Wim door de Daan. Abdel Ila Aziz. Met de bal klaargelag. Wordt dit de winnende treffer. 5-5 op het scorebord. De aanloop en de redding. Het is de keeper van Eindhoven die een nederlaag voorkomt. En we zien het de laatste wedstrijd in de Jogerenzaal van de Tigers dit seizoen eindigen in een 5-5 gelijkspel. De Tigers eindigen op een 8e plek in de Eredivisie en hebben het dit seizoen heel goed gedaan. Bedankt publiek. Ja, zeker. Het was mooi geweest als we de pot winnend af hebben gesloten. Vooral gekeken naar vorige week en vandaag thuis voor ons eigen publiek. Laatste wedstrijd van het seizoen. Maar jammer genoeg is het een gelijkspel geworden. Maar wel een leuke wedstrijd, denk ik. Weer spannend tot de laatste minuut. Je komt echt je zit op het puntje van je stoel als voor jullie thuiswedstrijd. Altijd, altijd. Onze thuiswedstrijden zijn wel vaker spannend. Zo lokken we meer publiek naar onze wedstrijden toe, toch? Of niet? Houd het spannend tot de laatste seconde, letterlijk. Ja, letterlijk. Jammer genoeg maakten we hem niet in de laatste secondes. We hebben een aantal kansjes gehad.
Maar ja, jammer genoeg, de keeper stond goed te keepen. Als je allemaal erin gaan, dan ben je ook een wedstrijd. Ja, dan is het snel voorbij. Hè. Dan is het niet meer zo leuk. Hè. Nou ja, hoe kijk je terug op dit seizoen? Eerste jaar onder de naam Tigers in de Eredivisie. Vooraf gezien werd je misschien al een beetje getipt als degradatiekandidaat. Wat hebben jullie bewezen dat jullie daar absoluut niet zijn geweest? Nee, zeker niet. We waren gelukkig op tijd veilig. Dat was wel doelstelling nummer 1 om gewoon volgend jaar nog een keer in de Eredivisie te spelen. Gelukkig hebben we dat op tijd bereikt en zitten we volgend jaar nog zeker een jaar in de Eredivisie. En gekeken naar het hele jaar, eerste seizoen zelf hebben we naar mijn mening wel goed gedaan. Tweede seizoen zelfs iets te weinig punten geld. Maar ja, dat is weer een streven volgend jaar. Hè. Er zijn wat spelers die vertrekken. Hè? Je krijgt ook weer nieuwe spelers. Dus dat wordt volgend seizoen weer even wennen, denk ik, aan een heel nieuw team. Ja, valt denk ik wel mee qua wennen. We spelen denk ik op zich best wel een simpel spelletje. Het gaat voornamelijk om inzet, motivatie en strijdkracht. En als je dat kan, dan is iedereen welkom. Dankjewel. En wat ga je deze zomer doen? Ga je zich vervelen? Nee, we gaan even een vakantietje, zonnetje opzoeken, strandje opzoeken. Een beetje strandvoetbal. En dan komen we terug naar het echte zaalvoetbal. Veel plezier daarmee. Dankjewel.